kom maar. Mijn naam is Godwin Arin, ik ben 28 jaar oud. Ik ben Ruud Richardson en ik ben 59 jaar. Ik ben een gezinshuisvader en ik heb 4 gezinshuiskinderen. Ik ben pleegmoeder. En ik heb de training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen gevolgd. Ik ben Lilian Calais. Ik ben Jacomien Den Harder. En ik ben een van de trainers van de cursus Zorgen voor getraumatiseerde kinderen. En ik ben de ervaringsdeskundige co-trainer voor deze training. We zijn de cursus beginnen te geven een aantal jaar geleden, omdat we merkten dat pleegouders en gezinshuisouders veelal tegen ingewikkeld gedrag aanlopen. En dat gedrag komt veelal voort uit traumatische ervaringen van de kinderen die zij in huis hebben. Nou ben ik zelf moeder en ik dacht, nou, het is gewoon een eitje om een kind op te voeden. Nu is ze 7 jaar. En dan kan je zien dat bepaalde dingen gebeuren in huis. En het is niet wat je had verwacht. Toen kwam onze pleegouderbegeleidster met het feit van, we kunnen een cursus volgen. En dit is cursus van getraumatiseerde kind. Waarom we deze training geven is om pleegouders en gezinshuisouders handvatten te geven om met het vaak ingewikkelde gedrag van pleegkinderen om te gaan en ook te begrijpen. Ik heb geleerd dat elk kind rond kan lopen met onverwerkte trauma's. En dat er soms momenten zijn waarbij jij als opvoeden niet begrijpt wat er met een kind aan de hand is en dat eigenlijk onderliggend een trauma ligt. Wat ik zelf heel waardevol vind in deze training, dat ik soms bij het behandelen van de eerste module bij ouders al het kwartje zie vallen. Dat we vertellen over gedrag en wat trauma is en dat pleegouders zich realiseren, oh maar wacht even, dat doet mijn kind ook. Het is ook fijn om met anderen te praten over wat jij meemaakt. En dan krijg je ook advies van anderen waar je misschien zelf helemaal niet aan gedacht hebt. En het zijn soms kleine dingen die je dan meeneemt naar huis en daaruit gaat proberen omdat je het van een andere pleegouder of gezinshuisouder gehoord hebt. En al die dingen waar je op kan letten en om dat te herkennen, dat gaan we bespreken ook in de cursus. En daar gaan we ook handvatten voor geven, zodat jullie leren hoe je daar het beste mee om kan gaan, zodat een kind zich weer gezond kan gaan ontwikkelen. Daarnaast heb ik ook geleerd hoe ik een soort advocaat van mijn kind moest zijn. Soms begrijpen de omgeving van het kind, begrijpt het kind niet. En hoe kan ik op de juiste manier voor mijn kind opkomen? Je staat ook stil bij het feit dat je kinderen soms aan bepaalde gedragingen die ze hebben niet veel kunnen doen. Ik ben jarenlang pleegmoeder geweest, heel veel kinderen opgevangen. Maar ik zal heel eerlijk zijn, ik had gewild dat deze training er was toen ik zelf pleegouder was. Het heeft heel veel baat. De training vond ik echt heel goed en ik vond de trainers vond ik ook heel duidelijk. Je kon vragen stellen. Ga maar, het is wel 8 weken achter elkaar, maar het valt allemaal mee en eigenlijk wil je doorgaan. Dus volgende training. Kom maar.